Wat blijft een koffie? Ja, pak zelf maar. Dus, waarom ben je geschikt voor deze baan? Nou, eigenlijk kan ik het geld gewoon goed gebruiken. Maar ik werk efficiënt. Ik heb oog voor detail. Ik ben een harde werker. Ik doe alles wat me opgedragen wordt. Ik kan goed leiding geven. Oké. Okay. Nou, ik zie dat je rechten hebt gestudeerd. Je weet dat dit geen advocatenkantoor is, hè? Oh. Oké. Nee, dat weet ik. Ik heb wat obstakels gehad in mijn carrière, maar dit is wat ik wil. Schoonmaken. Oké. Ja, ik kan vanavond beginnen. Goed. Yeah. Hey. Yo. Ilko. Mark. Alsjeblieft. Hoe laat werken jullie eigenlijk? Tot het klaar is. Zo snel mogelijk. Ik begin om 8 uur en dan ben ik om 11 uur klaar. Help me even met die stoelen. En dan? Nog een beetje rondhangen in de school? Beetje kaarten, met blokken spelen? Nee. Hoe kom je daarbij? Dat is het eerste waar ik aan dacht. Je hebt de locatie toch? Morgen kan je lekker uitslapen, waarom niet? Dit is mijn werk. Ik ga hier toch niet zitten pokeren ofzo? Maak je af. Zullen we nog wel eens zien? Groot nieuws voor de veiligheid van de stad. De politie heeft een klopjacht geopend op georganiseerde misdaden. Eén voor één worden de groepen opgerold en het lijkt erop dat de politie deze oorlog gaat winnen. Ik sta hier op de plek waar Wesley G. en Jorrit K. voor het laatst gesignaleerd zijn. Zo, jij wil snel naar huis? Toch nog maar geluisterd dus. Nee, Ilko. Ik heb nog wat vrienden uitgenodigd. Ja, en hij moest zo nodig gaan trouwen, zij wilde een atelier hebben. Om een lang verhaal kort te maken, het einde van de pokerschuur.
pokerschuur. Ja. Ik bedoel, pokeren. Dat kun je hier toch niet maken, man? En met mensen buiten het bedrijf? Even chill, zijn vrienden. Hé, hey, en ik laat ze André geld betalen, dus we verdienen er nog wat aan. Kan ik wel gebruiken. Je bluft. Ik lees je. Bluft? Zoals jij met je advocatencarrière zeker? Ik ga vanavond met jouw geld naar huis, klootzak. Oh! Kan dat nou weer? Godverdomme. Ik doe niks meer voor jullie. Dat weet je. Ik werk nu. Gewoon legaal. Eelco. Crimineelco. Je moet je niet zo verbergen achter dat schoonmaakgedoe. Maak je niet zo druk. Daar kom ik nu niet voor. Waarvoor wel dan? De autobom ging niet af. Nee, we dollen maar wat. Hè? Jongens onder elkaar, toch? Even serieus nu. Ik heb gehoord van jouw organisatie. We hebben interesse. Nee, sorry man. Dit is echt de laatste keer. Ik beloof het je, ik zweer het. Nee, echt, laatste keer. Promise. Ja. Ja, maar dat is anders. En de bank doet nu echt heel moeilijk, man. Ja, maar. Ja, maar het stond er onder de douche. Nee, verdomme, niet doen. Wacht. Ik heb een idee. Leen het me nog een laatste keer. En je krijgt het binnen een maand terug, cash. En ik heb een idee hoe je geld kan bijverdienen. Ja, natuurlijk. Ik weet een adres waar een paar rijke kneuzen komen om te pokeren. Yo! Bekende idioten en nieuwe klojo's. Als organisator van deze club wil ik graag mijn entree maken... door jullie allemaal te leren pokeren. Vrijblijvend. Mark, doe toch eens normaal, man. We zijn al lang begonnen. Toch, Mario? De kaarten worden verdeeld. Misschien de volgende keer, man. Ach, hou toch je bek. Al die bescheidenheid hier. Ik vind het leuk om te doen. Ik wed dat ik al het geld van deze man kan overnemen in één potje. Wie wed er, voor of tegen? Ja, voor. Hey, lekker zakcentje, Hilco. Ja, en ik liet die mafkees winnen. Dan komt hij weer terug. Marketing. Weet je wat het is? Markt. Ja, dat is op zaterdag. Ja, klopt, Forrest. Maar laten we hiermee doorgaan. We kunnen het toch vaker doen? Oh. Ja, dat verwacht je ook niet helemaal natuurlijk. Ik kreeg gisteren dus een telefoontje. Baas, we kunnen het uitleggen. De buren hebben hier hele rare dingen gezien. En zijn zo slim geweest om een nummer op het busje te bellen. In plaats van de school. Helemaal gek geworden. Worden we nu ontslagen? Ik denk dat je beter druk kan maken om de politie. Geef ons maar aan. Wat? Wat jullie doen is illegaal.
Als ik jullie niet aangeef bij de politie, ben ik straks mijn baan kwijt en mijn zaak. Je zou ook een nieuwe bus kunnen kopen. Betere koffie. Een nieuwe. Wat? Wie de fuck ben jij? Mark? Wie ben jij, Clojo? Ik? Wie ben... We komen hier zaken doen. We kunnen in de stad niet verder. Het kan van Criminelco. Het kan van Criminelco. Criminelco. Nou, dat gaat je wel geld kosten. Sorry. Jouw bonus zal zijn een gaatje in je kop. Gaatje in je kop. Kop. Dan zoek je maar ergens anders een basisschool. Geef hem maar geld. Stoppen. Ik heb er echt een heel slecht gevoel over. Ilko, doe het niet zo raar. Kijk naar het geld wat we verdienen. We hebben genoeg geld verdiend. Ze gaan erachter komen. Stel dat ze erachter komen. Zeggen we toch gewoon dat het moest van de baas? Het geld heeft jou echt gek gemaakt, hè? Gek? Vraag en aanbod. En wie moest die maffia's nodig hier binnenhalen dan? Mark, we stoppen ermee. Ilko, ik dacht dat wij vrienden waren. Vrienden? Ik zou jij nog niet eens toevoegen op Facebook. We gaan hiermee door. En als je dat niet aanstaat, dan rot je maar op. Oké. Okay. Weet je wat? Ik heb laatst eens naar je gekeken, hè? En je veegt tegen de structuur in. En de helft van het stof ligt er nog. Man, je bakt er niks van. Weet je, Ilko? Marketing heeft helemaal niks te maken met markt. Maar dat zou je niet weten, want je zal nooit wat bereiken in je leven. Schoonmaker. Als ik later een villa heb, dan zal ik jou inhuren. Als je er niet weer met mijn geld vandoor gaat.